Het project is, hebben we gescoord door middel van een Europese aanbesteding. Waar uiteindelijk wij als beste kandidaat uit de bus kwamen. Ja, we hebben eigenlijk de compleet gebouw gebonden installaties geadviseerd daar. Gezien het gebouw waren toch wel de hoogtepunten de transportinstallaties, met name roltrappen en liften die dominant in het gebouw aanwezig zijn. De verlichting, het verlichtingsontwerp in zijn geheel. Echt wel een blikvanger in het gebouw, wat echt de uitstraling van het gebouw weergeeft. Het project loopt al een kleine 15 jaar, dus duurzaamheid in die tijd was nog niet een heel gemeen goed. Desondanks hebben wij toch gaandeweg de uitvoeringsproject duurzaamheid erin gebracht in diverse onderdelen. En met name elektrotechnisch is dat de LED-verlichting die we toegepast hebben. En een onderdeel van het project is uiteindelijk het aardbevingbestendig maken van de installaties in het gebouw. Waardoor bij een aardbeving installaties niet intact hoeven te blijven, maar ook kunnen zorgen dat mensen veilig kunnen vluchten uit het gebouw. Zonder dat de installatieonderdelen uit het plafond vallen of een andere schade optreedt.